Meneer Bolkestein, welkom. Het is een eindje geleden dat er enthousiast applaus heeft geklonken bij de VVD. Of voor een VVD'er, hè? Zou je kunnen zeggen. Nou, niet voor mij. Nee. U bent bezig met het schrijven van een boek getiteld De Engel en het Beest. En ik vroeg mij af, hebt u die titel verzonnen voor of na de partijbijeenkomst van afgelopen vrijdag? In de eerste plaats ben ik niet bezig met het schrijven van een boek. Er komt inderdaad een boek van mij uit in het najaar. Dat bevat artikelen die ik al geschreven heb. En een van die artikelen heet De Engel en het Beest. Is vorig jaar lente verschenen in een tijdschrift dat Maatstaf heet. En wat het betekent is dat men moet nog engel, nog beest zijn. Dus niet proberen om het beste te bereiken wat er in de wereld bestaat. Maar een beetje zo de zaken zo goed mogelijk besturen. Bij engel en beest denkt u niet onmiddellijk aan sommige mensen binnen de VVD? Nee, absoluut niet. Nee. Bovendien, toen ik het schreef, was daar nog absoluut geen sprake van. De VVD heeft een van de meest enerverende weekends achter de rug van de meest recente geschiedenis van die partij, zou je kunnen zeggen. Toen ik vrijdagavond op de televisie die bijeenkomst in Zwolle zag, mensen die zo tekeer gingen tegen elkaar, een zeer emotionele voorzitter, geen jaar, dacht ik bij mezelf, dat lijkt wel een failliete boedel daar. Nou, we kunnen altijd geld gebruiken hoor, dat is duidelijk. Trouwens, andere politieke partijen kunnen dat denk ik ook. Is het zo dramatisch als men zou denken? Ik geloof van niet. U moet in de gaten houden dat de mensen die daar in de zaal spraken, soms spraken namens zichzelf, soms spraken ze namens afdelingen die natuurlijk recht van spreken hebben, maar die niet noodzakelijkerwijs de grootste afdelingen zijn binnen de VVD. En dat werd ook duidelijk toen er gestemd moest worden. Want ik geloof niet dat alle stemmen geteld zijn, maar ik schat dat de betreffende motie toch is verworpen met 20% tegen 80%. Dus wat dat betreft viel het allemaal erg mee. Nou wordt u afgeschilderd als een intellectueel. In ieder geval een man die van politieke zuiverheid houdt. Het moet ook voor u een beetje een beschamende vertoning geweest zijn daarin. Nee hoor, absoluut niet. Nou sta ik niet te juichen bij dat congres dat we gehad hebben. Even tussendoor, dat woord intellectueel. Ach, wat betekent dat? U bent toch ook intellectuele? Buitengewoon. Dus, ja. U bent de eerste dat die dat vaststelt, mag ik zeggen. Dus dat betekent op zichzelf niks. Kijk, nogmaals, ik sta nog niet te juichen bij dat congres dat we gehad hebben. En we moeten de zaak ook niet overdrijven. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, er blijkt wel uit dat onze kadercursus vorming en scholing goed heeft gewerkt. Van die mensen die spreken toch fris van de lever en komen met hun eigen opinie naar voren zonder dat ze bevreesd zijn. Misschien moeten ze nog een cursus crisismanagement doen. Voor de befaamde liberale burgerheren waar dan vroeger over werd geschreven. Ja, die tijden zijn een beetje voorbij. Grote volkspartij, dus wat wilt u? Ik wil nog heel even hebben over Voorhoeven. Voorhoeven was een correcte man, werd gezegd in de VVD. Is hij ook, hè, neem ik aan. Is hij ook, ja. Hoef niet in de verleden tijd te spreken. Nee. Iemand die wist waar hij het over had. In Bleiswijk nog bejubeld door Wiegel. Voor de VVD al met al redelijke gemeenteraadsverkiezingen gehad. Maar Voorhoeven had te weinig charisma. Dat was het overwegende argument tegen hem. Vond u dat ook, dat hij te weinig charisma had? Nou, kijk, wat is charisma? Ik vind dat een heel moeilijk te bepalen woord. En men kent de bomen zijn vruchten. Charisma moet blijken uit verkiezingsuitslagen. Dus, Had hij geen charisma, zou je kunnen zeggen. Kijk, die verkiezingsuitslagen die we gehad hebben, die tellen natuurlijk zwaar. Dat tikt zwaar aan. En volgend jaar hebben we statenverkiezingen. Laten we nou eens kijken wat de uitslag daarvan is. En dan zal ik u zeggen of ik al dan niet charisma heb. Ja. Het is toch levensgevaarlijk, lijkt me, hè? Als charisma het overheersend argument gaat worden. En dat is toch gebeurd de afgelopen dagen en weken bij de VVD. In Amerika zie je waar het toe leidt. Spektakel wordt belangrijker dan de inhoud. Trek Hennie Huisman maar aan als lijsttrekker, zou ik zeggen. Ja, nou, dat is niet ons ideaal. En ook die ver-Amerikanisering van de politiek, dat is niet ons ideaal. Maar het is wel een feit waar je rekening mee moet houden. Kijk, je ziet het in alle partijen, alle grote partijen, ook sommige kleine, dat buitengewoon veel neerkomt op de presentatie van de persoon die de kar moet trekken. Dat heb je bij D66, heb je bij CDA eigenlijk ook. Heb je bij andere partijen, Joop den Uyl, Wim Kok. Komt veel neer op die mensen. Ja, en dan als het slecht gaat met de verkiezingen,
dan krijgt die ene persoon eigenlijk de volle lading. Daar zit iets onrechtvaardigs in. Zo is het wel een beetje. Dat het zo werkt, dat was toch bekend op het moment dat Voorhoeven aangesteld werd? Wat u in feite zegt is, het is een geweldige mistaxatie geweest om die man aan te stellen. Nee, absoluut niet. Want, dan begrijp ik het niet. Nou, kijk, dat moet in de praktijk blijken. Als u nou kijkt naar Amerika, Truman was dus vicepresident onder Roosevelt. Roosevelt ging dood, Truman werd president. Iedereen dacht, ach, die man die heeft een dassenwinkel gehad in het midden van Amerika. Die kan het vast niet. Wat bleek, het was een van de meest inventieve en krachtige presidenten die Amerika toen kon hebben. Dus dat moet allemaal in de praktijk blijken. Misschien dat ik er niet in slaag. En maar dan zal men zeggen, zie je wel verkeerde keus. Maar dat moet dus in de praktijk blijken. Denkt u dat u een krachtige man bent die een beetje de rust in de tent krijgt bij de VVD? Nou, ik zal zeker mijn best doen, ja. Dus, ja, u wordt leider van de VVD toch een beetje onder ongelukkige gesternte. Nou, niet helemaal. Ja, ik bedoel, mijn zwakke positie is zwak, dus dan kun je alleen maar omhoog gaan. Dat is waar, dat is waar. En die is zo zwak omdat die partij gedesoriënteerd lijkt. 10.000 leden zijn inmiddels weggelopen. Sinds wanneer? De afgelopen jaren bij de VVD. Ja, maar niet sinds sinds een maand geleden. Nee, dat is niet van de laatste maand. Dat is van de laatste jaren. En de VVD wordt geleid door een voorzitter die nu als aangeschoten wild door het leven gaat, toch? Ja. Kijk, het hoofdbestuur zorgt voor de organisatie van de partij. En het hoofdbestuur heeft natuurlijk veel minder dan de fractie te leiden onder het feit dat alles wordt toegespitst op één persoon. Dat is een collectief. Het hoofdbestuur moet die partij leiden en congressen voorbereiden, al dat soort zaken meer. En ik zie geen reden waarom het hoofdbestuur dat niet goed zou doen. Politieke leiderschap berust bij mij. Daar is een twijfel over mogelijk. Dus ik ben niet bevreesd. Je kunt ook niet zeggen dat het hoofdbestuur de afgelopen weken, maanden goed gefunctioneerd heeft? Kijk, ze hebben gedaan wat ze moesten doen. En dat is bezwaren die in de partij werden gevoeld doorgeven aan de fractie en aan de leider van de fractie. Dat is natuurlijk een buitengewoon vervelende taak. En de boodschap waar ze mee zijn aangekomen is natuurlijk moeilijk. En voor Joris Voorhoeven is dat heel lastig en vervelend en onaangenaam om te verwerken. Ja, maar Fons had het net over geen jaar en de vraag was, of de opmerking was, hij is aangeschoten wild. Is een voorzitter van zo'n partij, hoort het een symbool van eenheid te zijn. Die moet juist alle strubbelingen gladstrijken. Een voorzitter met zo'n belast verleden als Ginjaar zal daar nooit meer toe in staat zijn, denk ik dan. Is het terecht dat hij blijft zitten? Dat weet ik niet. Je moet nooit... Dat weet u wel, want u bent de uitvinder van de Bolkestein-doctrine. En die komt erop neer dat in de politiek een minister die niet functioneert moet verdwijnen, zonder dat het een kabinetscrisis oplevert. Dus mensen die niet goed functioneren in de politiek moeten daaruit een conclusie trekken. Nou, om te beginnen, dat is geen Bolkestein-doctrine hoor. Dat is gangbaar staatsrecht, maar dat even daar gelaten. Dat was een beetje uit de mode geraakt, hè? Ja, inderdaad. De laatste paar jaar, vier, vijf jaar, begon het gewoonte te worden dat ministers... die dachten ook al gaat het een en ander scheef, dan redden we het allemaal wel. En dat is ook in verschillende debatten met de minister-president zo uitgesproken. Maar in die situatie en dat zit nu dus een slechte zaak. Maar, in die situatie zit nu geen jaar. Nee, absoluut niet. Want kijk, ik wil helemaal niet zeggen dat het congres nou als water van de ene rug is afgegleden van geen jaar. Natuurlijk trekt hij zich er aan, ja, oké. Maar hij is geen minister. En waar ik het over had in dat debat over die bouwsubsidie-enquête, is de verhouding tussen ministers en hun ambtenaren. En ik heb gezegd, ik ben zelf minister van Defensie geweest, ik heb gezegd, minister van Defensie is verantwoordelijk voor elke stap van elke soldaat. Maar dat geldt niet voor een partijvoorzitter. U vindt dat de heer Ginjaar op zijn post kan blijven? Er is geen enkele reden waarom de heer Ginjaar anders dan in de planning lag zou handelen. Hij mag blijven, in feite heel complimenteus. U zegt hij heeft het goed gedaan. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen, hij heeft zijn taak gedaan. En dat was het doorgeven van signalen uit de partij. Natuurlijk is de fractie en is solidair met de fractievoorzitter. Dat ligt voor de hand. Ik hoop dat ze ook met mij in het onverhoopte geval dat iets dergelijks gebeurt. Was Ginjaar solidair met de fractievoorzitter? Dat heb ik dan verkeerd begrepen. Nee, de fractie. Fractie is solidair geweest met de fractievoorzitter. Ja. Dus hij heeft zijn werk gedaan. En ja, daar kun je dan verschillende bezwaren tegen aanvoeren, maar dat heeft niet zo erg veel zin. Maar als je zo omstreden bent geworden in een partij, dan rest er toch maar één conclusie, dat je niet meer kunt functioneren op die dat post. Dat staat aan de partij.
Kijk, ik ben fractievoorzitter. Nou, die partij is daar redelijk duidelijk over geweest afgelopen jaar. Ik ben fractievoorzitter. Ik bemoei me met de politiek. Ik bemoei me niet met de partij. Ik ben niet eens lid van zo'n partij. Van de VVD? Ja. Je weet het niet meer tegenwoordig. Op dat congres had ik geen recht van spreken. Afgezien als ik werd uitgenodigd. Maar ik ben geen afgevaardigde. Ja. Dus dat is de partijorganisatie die moet bepalen of geen jaar, als de tijd gekomen is voor een verkiezing, of die blijft of niet. Zullen we het even over een ander zwaargewicht bij de VVD hebben? Kunt u een beetje opschieten met Hans Wiegel? Zeer goed. Dat is belangrijk, hè, als je fractievoorzitter van de VVD wordt. Het is goed om goed te kunnen opschieten met alle, wat ik dan noem, baronnen van de VVD. En we hebben er nogal wat. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd baronnen. Nu lijkt het mij buitengewoon moeilijk om een leiderschap binnen die VVD, een politiek leiderschap, te ontwikkelen, terwijl in de schaduw daar nog altijd de grote man in Leeuwarden is. Ja, we hebben nog een veel grotere man qua omvang in Groningen. Een man als Wiegel die zich op vitale momenten met die partij bezighoudt, publiekelijk optreedt. En hoe meer, voortdurend hoe ook de lijsttrekkers die op dat moment dienst doen, in de schaduw stelt. Nou, ik ben geen lijsttrekker. Ja? Als de verkiezingen daar komen over een jaar of twee, dan krijgen we die samenstelling van die lijst van kandidaten. En dan maakt de partij uit wie daar lijsttrekker wordt. Of ik dat word of een ander, dat is volstrekt onduidelijk. Dat zien we dan wel. B, ik ben alleen maar verheugd met een zo groot mogelijke deelname van Hans Wiegel en van anderen, zoals Henk Vonhoff en Ed Nijpels en Frank de Graaf nu in Amsterdam en anderen, aan de politiek. Wij kunnen iedereen gebruiken. En ik sta met al die mensen op een goede voet. Maar zolang Hans Wiegel zo'n pregnante rol blijft spelen in de VVD, blijft toch ook bij de VVD-kiezers alsmaar het misverstand bestaan of de vraag of hij ooit fractieleider wil worden of een andere rol speelt in de politiek. Het is toch beschamend geweest, meneer Bolkestein, wat de afgelopen verkiezingen is gebeurd, toen Wiegel nodig was om de scherven voor Voorhoeven op te vegen. Nou, zo heb ik dat absoluut niet Nee, dat kan ik me voorstellen dat u het zo niet gevoeld hebt. Maar zo moet het toch bij de kiezers overgekomen zijn? Kijk, dat weet ik niet. Kijk, Hans Wiegel is een buitengewoon... Bovendien meende hij het ook nog niet, hè? Hans Wiegel is een buitengewoon begaafd redenaar. De beste in Nederland, op politiek terrein althans. Misschien dat een of andere dominee beter spreekt. Maar op politiek terrein is hij de beste redenaar. En hij heeft in de jaren 70 een zeer belangrijke rol gespeeld voor de VVD. Hij heeft op een feilloze wijze aangevoeld wat er leeft bij de mensen. En dat heeft hij op een voortreffelijke wijze verwoerd. Met groot succes. Kijkt u maar naar het ledental van mijn partij. Kijkt u naar een aantal zetels in de Kamer. Nou, een dergelijk persoon wil je natuurlijk bij de politiek houden. En dat geldt niet alleen voor hem, dat geldt ook voor Vonhoff en al die anderen. Ja, maar als je nou een sterke fractieleider hebt, dan heb je toch een kanon als Wiegel niet meer nodig. Maar meneer, ik heb ook geen kanon als Wiegel nodig. Ik zeg alleen maar, hoe meer hij doet voor de VVD, hoe beter dat is. Ik ben absoluut Hij niet mag wat u betreft de rol blijven spelen die hij de afgelopen maanden Waarom heeft niet? Gespeeld. Wat zou je nou, We hebben net een argument genoemd, zolang Wiegel zo pregnant aanwezig blijft, kan een fractieleider zich maar moeizaam ontwikkelen. Ik heb daar geen enkele last van. Het was een probleem van Voorhoeven, zegt u. Dat weet ik niet. Hij had er wel last van. Vorige week in twee interviews gezegd, nou, ik weet niet precies wat de woorden zijn, hoor, maar dat hij slechts een beperkte belangstelling heeft om bijvoorbeeld terug te keren als lijsttrekker. Ja, en dat roept hij ongeveer om de drie maanden, waardoor alsmaar de indruk blijft bestaan dat hij toch niks liever wil dan terugkomen. Laat ik duidelijk zijn. Ook al zou hij het wel willen, als het beter is voor de partij, heb ik er absoluut vrede mee. Maar nogmaals, ik voel mij niet in het minst belemmerd met Hans Wiegel op de achtergrond in Leeuwarden. Meneer Bolkestein, bent u een tussenpaus? Nee. Hoe lang houdt u dat vol? Zolang het nodig is. Wiegel, Nijpels, De Korte, Voorhoeven, Bolkestein. Vijf politieke leiders, of bijna politieke leiders, in 10 jaar bij de VVD. Als ik het ruzie in uw partij zie, dan denk ik, het gaat bij die VVD nooit om de ideologie, om de ideeën. Het gaat altijd om de personen. Hoe komt dat, denkt u? We zijn er natuurlijk niet alleen in. Ik heb geen zin om oude koeien uit de sloot te halen. Maar er zijn natuurlijk ook andere fractievoorzitters en andere partijen geweest die ook verdwenen zijn met het nodige geknars en gepiep. Het is aardig voor het Guinness Book of Records, zo langzamerhand, wat er bij de VVD is gebeurd. Wij zijn niet de enige partij. Er zijn andere grote partijen die vergelijkbare problemen hebben gehad niet zo erg lang geleden. Dat is punt 1. Punt 2, het gaat inderdaad over personen. We hebben het gehad over de veramerikanisering van het electoraat, van de politiek. Dat wordt inderdaad in dit elektronische tijdperk aan één persoon opgehangen. En wij verkeren in de gelukkige omstandigheden dat de koers dezelfde is sinds ik
terug ben gekomen uit het buitenland en in de Nederlandse politiek bezig ben, zo een beetje midden van de jaren 70. Wat is dan dus, de koers van de VVD? Het reiskostenforfait. Is dat het koers van de VVD? Nee, de koers van de VVD is het liberalisme en dat is heel eenvoudig uiteen te zetten. Betekent zoveel mogelijk vrijheid voor elk individu. Zowel op het economische vlak als ook op het vlak van de zogenaamde burgerlijke vrijheden. Iedereen kan dat begrijpen. Hans Wiegel heeft dat verwoord. En de mensen na hem hebben dat ook verwoord. Maar zo'n koers, ja, als je je stevig wil profileren naar kiezers toe, naar je achterban toe, dan moet die koers toch herkenbaar zijn? U kent toch de discussies binnen de partij over sociaal liberalisme, het links gaan van het CDA? Ja. Het vreemd gaan van het CDA. Ja. Waar staat u? Waar moet die VVD onder leiding van Frits Bolkestein naartoe? Kijk, ik koop niks voor termen als sociaal liberalisme. Het liberalisme van Hans Wiegel was sociaal. Hij heeft gewezen... Materialistisch, op... zullen andere mensen onzin, zeggen. Onzin. Hij heeft gewezen... Waarom is het onzin? Hij heeft gewezen op het... Op de uitputting van de gasvoorraad van Nederland, het potverteren, zoals hij dat heeft genoemd. En hij heeft gelijk gehad. Hij heeft gewezen op tal van andere verschijnselen die nodig waren om de economie weer op in het rechte spoor te krijgen. U moet niet vergeten, als het scheef gaat met de economie, dan zijn het de armste, de zwakste mensen die het eerste slachtoffer worden. Men kan geen welvaartsstaat bouwen op een economisch kerkhof. Dus die koers van Hans Wiegel was volstrekt sociaal. Was en is, want wat u... Nou ja, wat nu is hij commissaris. Ja, dus nee, maar we hebben het over de koers. Wiegel, die verdedigt u. Dus dat betekent dat u de Wiegellijn zult voortzetten. Meneer Verlind, de Nederlandse staatsschuld is nu opgelopen tot 320 miljard gulden. Dat is ruim 21.000 gulden voor elke man, vrouw en kind. Ja, het is nu alsof ik Wiegel hoor praten. Precies. Ja. En maar terecht, dat is uw bedoeling ook. En terecht. En het is asociaal om dat steeds verder te laten oplopen. En sociaal liberalisme, die term daarvan zei u net, dat is onzin. Ik koop er niks voor. Ik koop ook niks daarmee voor zegt u de koers die Voorhoeven heeft gevolgd, want die heeft dat verdedigd. Dat was sociaal liberalisme. Koers. Dat is onzin, zegt u, want dat bestaat niet, sociaal liberalisme. Wij hebben ons verkiezingsprogramma, dat is een zorgvuldig afgewogen programma, gemaakt door een commissie onder leiding van Toxopeus. Dat is een goed programma. Ja, programma's zijn leuk, maar het gaat erom wat in de praktijk de koers is van een partij. En daar wil nog wel eens verschil in zitten. Wij vinden dat de Nederlandse burger voldoende belast is. De belastingen en premies en alles wat daarop lijkt. En wij zijn dus tegen een nog grotere belasting. Er is niets asociaals aan. Mag ik... Maar dat zeggen wij ook niet. Maar waar we naar vissen is naar duidelijkheid. Mag ik nog een citaatje van Ardenne? Ga je gang. Want ik denk dat u dat bedoelt dan. Hè? Van Ardenne heeft gezegd in een interview met Elsevier in maart 1990... de VVD heeft in het politieke midden niks te zoeken. Daar zit D66 al. De VVD moet een klassiek rechtse partij zijn. Ja, die uitspraak laat ik voor de heer Van Ardenne. Wat ik probeer te zeggen... Nee, u bent het er toch mee eens, hebt u net uitgelegd. Nee, dat heb ik helemaal niet uitgelegd. Dan ben ik wel buitengewoon onduidelijk geweest. Wat ik probeer uit te leggen is dat, en wat ik ook gezegd heb de afgelopen paar weken, is dat woorden, termen als links en rechts op de jaren 90 slaan als een tang op een varken. Laat ik nou een voorbeeld geven. Ja, je moet het mensen toch op de een of andere manier uitleggen. Laat ik nou eens een voorbeeld geven. Wij vinden dat het omroepbestel in Nederland vermolmd is. En dat het onzin is om te zeggen, Nederlanders mogen wel kijken naar een Italiaans programma uit Milaan, maar ze mogen niet kijken naar een Nederlands programma uit Milaan, uit naam van de Nederlandse culturele identiteit. Ik vind dat dus onzin. Is dat nou rechts, links of in het midden? Kunt u daar een antwoord op geven? Maar ontkent u nu dat er verschillen zijn tussen Wiegel en Voorhoeven als het gaat over de koers van de partij? Niet essentieel. Niet essentieel? Nee, niet essentieel. Er zijn, kennelijk, zijn accentverschillen, maar niet essentieel. Er zijn kennelijk nogal wat VVD'ers van mening dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over die koers. Waar gaat die VVD nou naartoe? Nou, ik zou niet weten en die accentverschillen, dat zijn overigens wel nogal wat zetels. Je terugrekent tot 19. Dat zijn juist toch een accentverschillen? Nee, dat ben ik met u eens. Maar dit is niet om redenen van inhoud. Dat is om redenen van het feit dat de andere twee grote politieke partijen naar ons gedachtegoed zijn toegekomen. Als u ons verkiezingsprogramma van vorig jaar vergelijkt met dat van het begin van de jaren 70, dan ziet u daar een constante ideologie, gedachtegoed in. Het zijn CDA, Partij voor de Arbeid, die naar ons toe zijn gekomen. En de heer Lubbers, ere wie ere toekomt, is er beter in geslaagd dan wij om dat in electorale munt om te zetten. Goed, wij hebben daar hier, vind je dat. Behalve u hebben we hier nog een aantal andere VVD'ers zitten. Prominente VVD'ers. Prominente VVD'ers.